Een kleine groep mensen protesteert voor het paleis van de gouverneur terwijl Curaçao kerstinkopen doet. De boodschap is duidelijk. Nos not acepta. Nos not acepta. De 19 december, waarom per se de 19 december als niemand dat wil? Ging de discussie de afgelopen weken nog tussen het kabinet en vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Deze week roert de politiek zich op verschillende eilanden. Met de boodschap dat er niet met ze is overlegd over het excuus voor het slavernijverleden. Wat zegt de regering van Curaçao eigenlijk? Muis stil, net zoals Nederland. Ze zeggen niks. Als een paar politici van Curaçao dat gaat accepteren, gaan ze de geschiedenis in als verraders. Respect is het kernwoord in de Curaçaose cultuur. Die verdien je niet, daar word je mee geboren. En het is dit gebrek aan respect dat het kabinet Rutte wordt verweten in het voornemen om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. En of dat voornemen daadwerkelijk gestalte krijgt op maandag, dat zullen we zien. De protesten in Curaçao zullen er niet minder om zijn.